Wat een finale, hè, vrienden. Zeg, hey. Hey, voor de voetballiefhebber is dit toch werkelijk een paradijs. Dit is toch super, super smullen geblazen. Ja, ik strafschoppen. We gaan nu beginnen. Ja, ik ga nu beginnen. Hier, Mbappé, die staat klaar. Ja, oh. En ik ben, vrienden, ik ben voor Argentinië, dat is het weten, hè. Ik heb ook steeds gezegd, Argentinië wordt wereldkampioen. Komt die Mbappé? Ja, oké, die zit. Ja, hij blijft ze maken vandaag. Maar ja, die Mbappé, ja, goed, die kan ook een beetje ballen. Maar die Argentijnse keeper, dat weten we. Die Martinez, die kan er ook wel wat van. Oeh, hij raakt hem wel aan. Hij raakt hem aan. Oké, Messi, komt nu. Och, is toch geweldig dit. Dit is werkelijk, jongens. Oh, dit is de voetbalhemel, ja. Duidelijk. Nou, Messi. Kom op, ja, ik wil graag dat Argentinië wereldkampioen wordt. Ja, waarom niet? Oké, Messi, kom op. Ja, gaat ie, hoor. Nou. Oh, maar ja, die kan hem ook zomaar missen, hè, soms, hè. Messi, oh god, niet door. En Messi, ja, heel droog. Droog. God, droog. Sahara droog genomen, vrienden. Zag je hem? Ja. Geweldig. Ja, top. Helemaal niks mee aan het handje. Ja, ik heb het, weet je, ik heb het niet zo op die Fransen. Dat is het punt. En daarom, ja, vroeger al was ik voor Argentinië, ben ik altijd geweest. Ik noem ze er ook niet voor, noemen ze de Malvinas. Ja, en in 1974 kreeg ik ooit, komt de Franse strafschop. Komt ie. Dat is de tweede voor de Fransen. Gestopt! Ja, die Martinez, zie je! Ik zei het! Die Martinez! Ja, die keeper, joh! Tja, dat is een strafschoppenvreter eerste klas! Die gozer! Hier, bam! Ja, maar ja, dom genomen weer, wat ik altijd steeds zeg ik dat. Niet laag schieten. Als je laag schiet, kijk. Ja, die keeper die pakt gewoon een hoek. 50% kans, casino! Rood-zwart, ja, heel simpel. En hij pakt hem. Nou, daar gaan we. Nu krijgen we dan, volgens mij, is dit 21. Volgens mij is dat dan ook een Martinez. Ja. Hup! Ja, recht door het midden. Bingo, die zien. Staat 1-0 voor. Ja, de Argentijn staat voor. Hey. Juist. Maar ik was aan het vertellen, 74. Vrienden, ja, toen kreeg ik een shirtje ooit van een materiaalman. In Duitsland. Ja, geweldig. En toen kreeg ik een shirtje. En ik heb dat shirtje werkelijk gedragen. Nou, tot het helemaal op en op was. En sindsdien had ik altijd dat gevoel voor dat mooie blauwe witte shirt van Argentinië. En nu, ja. En waarom zou je het ook Messi niet gunnen? Niet dan, ja toch, ja. Nou, oké, daar gaan we dan. Ja, het is de nageltjes bijt hoor. Gaan we. Hier komt de derde penalty. De derde penalty voor Frankrijk. En, naast. Ja. Is dit geweldig. Ja, ik heb ook niet zoveel met die Fransen ook. Ik weet ook niet waarom. Ja. Gewoon naast. Keurig. Ja, kijk die keeper ook. Oei. Maakt ook allemaal bewegingjes. Geweldig jongens dit. Nou, deze moet er gewoon in. Deze moet erin. Voor Argentinië. En dan kan het al bijna niet meer fout. Kom op. Dit moet het zijn. Dan gaat hij, ja, ik heb de Belgische commentator horen, want ik kijk altijd naar de Belg. Dan gaan we, ja, hij zit in, ja, Paredes, oké, ja, ik kan bijna niet meer missen, hè. Ik kan bijna niet meer missen, er staan al twee voor nu. Ja, zit even genieten geblazen, zeg. Ja. Oké, Argentinië, het zit eraan te komen. Argentinië gaat het worden. Oh, ja, ik ga er
extra wijntje opnemen, hoor. Ja, ik ga, heerlijk. Nou, kom op. Dan gaan we. Nou, spanning. Wat verdorie nog aan toe, zeg. Ja, en ook voor het Argentinië zelf. Voor het land, voor de mensen. Ah, die hebben het toch al zo moeilijk daar. Die, dat is geweldig. Ja, als je hem nou stopt, die Martinez, dan zijn we klaar. Nou, kom maar. Nu! Nee? Oké, okay. Door het midden. Oké. Okay. Goed, nou moeten we hem maken. Nou moet hij hem maken. Als hij hem nu maakt, zijn we er. Dan is het klaar. Dan is Argentinië wereldkampioen. En, ach. Toch geweldig. Ik ga mijn huilende Messi zien. En doen we het allemaal maar op. Nou, daar komt hij. Wie heeft het op zijn schouders? De nummer 4. Ja. Nou, daar gaat hij. Ja. Het is echt spannend nou, hè. Ja. Echt spannend. Het is echt spannend. Dit, nou moet je het doen. Ja, mag niet missen nou. Dit is het. Dit is het moment. Daar komt die wereldtitel. Ja! Haha! Mateo! Hoppatee! In tranen! Ja, kijk! Ah, is dit even mooi, jongens. Ja, dit is zo geweldig. Ja! Dit is precies wat het moet zijn. En ik heb het voorspeld, gelukkig. Argentinië! Wereldkampioen! Haha!